dat je kijkt naar het Club van Sinterklaas weekend. Ik ben best een beetje zenuwachtig. Ik had het vannacht al. Ik kon heel moeilijk slapen. Vandaag is de dag. Vandaag is de dag. Vandaag komt Sinterklaas aan in Almere. En ja, wij zijn hier alvast in het clubhuis met z'n allen om er een groot feestje van te maken. Geweldig. Toch? Het ziet er gaaf uit. Het ziet er helemaal top uit. Ik kom helemaal in de stemming. Leuk. Ik ga het feestje vieren met jou. Maar er komen ook artiesten. Lisa, Amy en Shelly komen optreden. Gezellig. En Jelle Amersfoort van de Bamboe Club komt ook langs. En we gaan natuurlijk alles aan ze vragen over Sinterklaas. Wat ze op hun verlanglijstje hebben staan. En naar hun favoriete Sinterklaasliedje. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ook, want ieder jaar is het weer verrassend. En jullie kunnen ook chatten. Want we hebben hier een chatroom. Mm-hmm. En je kunt je vragen stellen aan de pieten, aan de artiesten die langskomen. Als het goed is, zitten er nu ook wel pieten. Kijk, ja, daar zie je ze. Ja, hallo. Zitten ze. Die zitten al online. Dus jij kunt daarmee chatten, declubvansinterklaas.nl. Daar vind je al die info. Komt allemaal goed, wordt een gezellige ochtend. Hartstikke leuk. Ja, en als jouw vraag hier in de uitzending komt, dan krijg je ook een te gekke prijs. Want Hullepiet is namelijk hier, was hier, hoort hier te zijn. Ja, was ik er nog om die cadeautjes gezien uit te reiken. Maar ja, we zijn al. Ik ga even zoeken wat hij is. Even zoeken. Laat, ja. Ja. En je weet het, hè? Stel al je vragen via mail@declubvansinterklaas.nl. Dus alles wat je wil weten over Sinterklaas, je verlanglijstje, je Sinterklaasliedje top 3. Gewoon helemaal leuk. Of vragen voor Lisa, Amy en Shelly of voor Jelle. Alles wat te maken heeft met Sinterklaas vinden we helemaal leuk. Hulppiet. Leon, ik ben hier. Ik ben in de inpakkamer. Hi. Ja. We waren al een beetje bang dat je er niet was, maar zo te zien ziet dit er al helemaal perfect uit. Ja. Ja. Ik ben al een tijdje bezig volgens mij. Ja, gezellig. Even vraagje, is het kasteel in Nederland helemaal klaar voor Sinterklaas? Ja, het is weer helemaal spik en span, dus ze kunnen allemaal naar Nederland komen. Oh, okay. Ja. Want jullie waren eerder naar Nederland gekomen om de koningin te bezoeken. Ja, prof Piet en ik waren eerder gekomen, want Sinterklaas die had een brief ontvangen van de koningin. Ja. En daarin stond dat Sinterklaas helemaal niet meer welkom was. Toen zijn we naar de koningin gegaan, maar toen bleek dat de koningin er helemaal niks van af wist. Dus oh ja, gelukkig maar. Iemand anders heeft het denk ik geschreven. Ja, dat is zo. Maar weten jullie al wie? Nee, dat weten we nog niet. Hmm. Nou goed, jullie weten, jullie zijn welkom in Nederland ieder jaar. En zeker hier. Fijn om te horen. Ja, nee, dat weet je toch. Hey, wat ben je eigenlijk nu aan het doen dan? Nou, ik ben een beetje cadeautjes en pakjes zo aan het uitzoeken voor die de kinderen kunnen winnen. Goed dat je het zegt. Goed dat je het zegt, want je kunt meedoen aan het chocoladeletterspel. Je hebt iedere keer krijg je een woord en dat woord dat moet je dan raden en dan kun je het antwoord doorgeven. En als het goed is, hebben we het eerste woord toch al, Sita? Ja, dat klopt. Hier staat namelijk het eerste woord. En om een beetje wakker te worden, beginnen we een beetje simpel. Tenminste, dat denk ik. We hebben de S, we hebben de I. Een ontbrekende letter. Kijk, als de T hier had gestaan, dan had de Sita gestaan. Maar ja, dat staat er natuurlijk niet. Dus de S, de I, een ontbrekende letter en de letter T. Weet jij het woord dat we zoeken? Mail ons dan snel via mail@declubvansinterklaas.nl en laat het goede antwoord achter. En natuurlijk je naam en telefoonnummer, zodat we je terug kunnen bellen. Je kunt ons ook live bellen hier naar het clubhuis. Dat kan via 0909-1516. Vraag daarvoor wel eerst even toestemming aan je ouders. En wie weet speel jij straks wel live het chocoladeletterspel bij ons. Dat lijkt me heel erg gezellig. Maar Leon, ik ben wel benieuwd wat de prijzen zijn. De prijzen die zijn enorm, want er staat hier ontzettend veel. Wat hebben we hier allemaal, Hulp? Nou, we hebben allemaal speelgoed, spelletjes, poppen, van alles eigenlijk. Helemaal goed. En die kun jij dus winnen. En het leuke is, je bepaalt zelf wat je wint, want jij kan, als je in de uitzending komt, de camera sturen. Nu is dat misschien even makkelijk om dat uit te proberen. Voor de uitleg. Stel dat jij in de uitzending bent, jij mag een cadeau uitzoeken. Jij moet de camera sturen links, rechts. Ik ben toch al in je uitzending? Ja, maar als kandidaat bedoel ik. Want jij wint natuurlijk geen cadeautjes. Dus je geeft ze weg. Je moet de camera sturen links, rechts, boven, onder. Ja, oké. Probeer maar. Naar rechts. Ja, het gaat om de prijs, hè? Ja, rechts. Naar beneden. Omhoog. Nou, je snapt het. Ja, oké. Hartstikke goed. Links, rechts, boven, onder. En waar de camera stopt, die prijs heb je gewonnen. Ja. En die wordt dan naartoe gestuurd. Hartstikke leuk. Hulp, jij bent er. Maar Sita, ik heb even een vraag voor jou. Prof Piet zou toch ook komen? Ja, dat klopt. Prof Piet zit zometeen ook om al jullie vragen te beantwoorden over Sinterklaas. Laat al je vragen achter via mail@declubvansinterklaas.nl. Vinden we hartstikke leuk. Wij zijn straks weer bij je terug. We gaan eerst even kijken naar een aflevering van A Kind of Magic. Tot zometeen. Doei doei. We'll be right back.
welkom terug bij het Club van Sinterklaas Weekend. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Prof Piet zit naast mij op de bank. Hartstikke gezellig. Als ik zo met u ga praten, moet u de microfoon omdraaien. Maar dat komt straks. Ja. Oké, heb jij nog vragen voor of Leon, of voor mij, of voor Lisa, Amy en Shelly? Of wil je je verlanglijstje kwijt, of je top 3 van Sinterklaas liedjes? Mail ons dan via mail@declubvansinterklaas.nl of via de site declubvansinterklaas.nl. En komt jouw vraag of je verlanglijstje of je top 3 hier bij ons in de uitzending, dan win je ook nog eens een hele te gekke prijs. We gaan naar het chocoladeletterspel, want ik ben heel benieuwd of jullie weten wat het woord is dat we zoeken. En volgens mij hebben we iemand aan de telefoon. Hallo, met wie? Met Marijn. Hi Marijn, wat leuk dat je belt. Hoe gaat het? Goed. Weet jij het woord dat we zoeken? Ja. Nou, vertel het maar. Sint. Sint, en dat is goed. En dat betekent dat jij een cadeau mag uitzoeken bij Leon en met het spel. Dus we gaan even over naar Leon. Heel veel succes. Ja, de inpakkamer met hulp, Piet. Helemaal speciaal vandaag voor de Club van Sinterklaas Weekend. Staan nog helemaal vol cadeautjes. Er is nog niks weg. Nee, helemaal niks. Maar dat gaat nu gebeuren. Marijn is de eerste. Nou, Marijn, je weet hoe het werkt. Ja. Ja, links, rechts, boven, onder. Jij stuurt de camera en als je een prijs ziet die je wilt hebben, roep je stop. Ja, je hebt natuurlijk niet de hele dag de tijd. Op een gegeven moment gaat de tijd tikken. Maar als je een leuke prijs ziet, zeg stop en die prijs win je. Oké? Okay? Zullen we gaan beginnen? Ja. Oké, nou begin maar. Stuur de camera maar. Spannend, Marijn. En jij moet een beetje opzij gelopen, want anders sta je in de weg. Ja, dan zeg maar. Waar wil je naartoe? Links. Eerst een beetje kijken wat er allemaal staat natuurlijk. Rechts. Ja, dit ben ik. Stop. Stop. Rechts. Links. Ja, je hebt stop gezegd. Ja, wat. Stop. Was stop? Of niet? Nee. Hij mag nog niet door. Nog 5 tellen. Wat zoek je eigenlijk, Marijn? Wat zoek je? 3, 2, 1, 0. Stop. Ja, je tijd is op. Waar zitten we nu? We zitten... Hier? Zitten we hier, Marijn? Hier zitten we nu. Ja, hier zaten we. Die wordt het een leuk spel. Je hebt een geweldig spel gewonnen. Ja. Nou, wat leuk. Deze. Nou, ben je er blij mee? Ja. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. We pakken hem binnen en kom naar je toe. Ja. Oké, we gaan naar Sita. Hey Marijn, ben je er nog? Ja. Hey, ben je blij met je cadeau? Ja. Laat eens even horen dat je blij bent. Ja. Oké dan. Hey, veel plezier en vanavond je schoen zetten, hè? Ja. Oké, doei. 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 Nou, dat is toch leuk. Prof Piet, welkom. Wat goed dat u er bent. Hoe gaat het met u? Bijzonder goed. Ja? Moe. Moe, ja, want het was een heftig weekje, ja, hè? Hoop verantwoordelijkheid. Maar ja, als je de motor bent achter het hele Sinterklaas gebeuren, ja. Zoals een Prof Piet hoort te zijn, mm-hmm. dan komen al die dingen op je af. Dan moet je de problemen oplossen. Ja. Het lukt. Ja. En hoe was het bij de koningin? Daar ben ik heel benieuwd naar. Bij de koningin, dat was een zeer indrukwekkende ervaring. Ik geloof dat ik een onuitwisbare indruk op de majesteit heb achtergelaten. Ik ben nog steeds ook in de sfeer. Hulp Piet. Ja, hier Hulp Piet vanuit de inpakkamer. Ja. Ik heb even een klein vraagje voor Prof Piet. Kan ik even snel tussendoor? Ja, doe maar hoor. Geen probleem. Zeg, Prof Piet, wat ik me afvroeg. Wie vind jij nou eigenlijk de leukste en de hardwerkendeste Piet? Ja, goede vraag. Nou, ik kan het begin voor je kleuren. Ik heb geen voorkeur. Ik vind ze allemaal even aardig en even hardwerkend. Ja, je werkt een iets harder en dat is ook de oudste en de wijste. Maar ik moet zeggen dat jij mij de afgelopen week toch zeer van dienst bent geweest. In onze hele escapade om naar de koningin te gaan. Het is onder mijn leiding stijg jij tot grote hoogte. Chapeau. Dankjewel. Dat is hartstikke lief. Ja. Zeg Prof Piet, ja? Er wordt gezegd dat u alles weet. Is dat zo? Dat u heel slim bent en dat u alles weet? Ja, dat is vanzelfsprekend. Ja, ik weet alles van A tot Z. Dat komt heel goed uit, want ik heb een aantal vragen van jullie thuis. En ik wil er een paar stellen. Geachte meneer Piet, Prof Piet. Nou, dat is heel deftig. Mijn vraag is, hoeveel Pieten zijn er eigenlijk in totaal? Dat wordt gevraagd door Bente Mulder, 8 jaar. Ja, hoeveel Pieten zijn er in totaal? Ja, zo hebben wij...
Zo hebben wij muziekpiet, dat is mm-hmm. iedere beweging. Ja. Testpiet, dan ja. hebben wij hulppiet, ja. dan hebben wij PJ, ja. Danspiet, Hocus Pocus. Ja, maar ik denk dat het er heel veel zijn, ja, Bente. Maar in ieder geval, hartstikke bedankt voor je vraag. Voor jou komt deze prijs naar je toe. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Dan gaan we even naar een andere vraag. Profpiet, ja. Ja, Profpiet, inderdaad. Profpiet, nog een volgende vraag. Hoeveel pakjes kan je meenemen op de boot? Waar komen al die cadeautjes vandaan? Heb je... Dat zijn drie vragen. Ik begin met de eerste. Hoeveel pakjes kan je meenemen op de boot? De vraag aan mij. Mm-hmm. Ik heb dat nooit geteld. Ik moet dat dan een onderzoek onderwerpen. Maar bijzonder veel. Ja, bijzonder veel. In ieder geval meer dan 10. Meer dan 20. En okay, ook duidelijk. Meer dan 30. En waarschijnlijk ook meer dan 40. En duidelijk. Ik heb sterk de indruk dat het ook meer dan 50 is. En juist. Meer dan 60. Deze vraag werd gesteld. Mogelijk. Mag ik u even onderbreken? Ja, sorry. Deze vraag werd gesteld door Sam en Nick. Ook voor jullie. Uit de grote zak van Sinterklaas. Twee prijzen. Oeh, kijk, deze komen naar jullie toe. Hartstikke leuk. Zal ik nog één vraag doen? Heeft u nog even tijd? Ja, ik ben er nou toch. Hartstikke goeie. Gezellig. Ja. Dit wilde Floortje vragen. Ja, waarom Floortje. Geeft u kinderen cadeautjes op uw verjaardag? En vraagt op eigenlijk Sinterklaas verjaardag. En vraagt u en Sinterklaas zelf niets? En dat is omdat zowel de Sint als zijn staf, onder leiding van mij moet ik dan eerlijk zeggen, wij houden van kinderen. Ja. En het is in het leven is het soms net zo leuk om te geven dan om te krijgen. Misschien wel leuker. Het is leuk om te krijgen. Zo heb ik op 3-jarige leeftijd, kreeg ik iets en dat vond ik bijzonder mooi. Maar toen werd ik meteen geïnspireerd naar een diepgaand en belangwekkend... Ik vind u hartstikke lief, maar ik moet u helaas eventjes afkappen, want ik... Afkappen? Ja, sorry. Toch niet meer in bijl? Nee. Ik ga straks met u verder praten. Ik vind het superleuk dat u er bent. Ja. Alleen, ik ben al die chocoladeletters kwijt. Leon? Ja, nou ja, kwijt. Nee, jij bent ze niet kwijt. Ik heb ze nu natuurlijk nodig voor dat chocoladeletterspel, Sita. Maar we hebben er nog één. We hebben de N van niet. Ja, nee. Ja, nee, die hoort er dan niet bij, want die zit er al in. En het woord van nu is namelijk een stukje langer dan dat woord van net. Dit staat er. Als het ware, parent. Maar er moeten natuurlijk dan nog een paar letters tussen en dan krijg je een woord. En dat is de oplossing. Als jij die nou weet, dan geef je dat even aan ons door. Dat kan via de site declubvansinterklaas.nl. Laat je antwoord en je telefoonnummer achter. Of natuurlijk de Jetix-phone 0909-1516. Daar kun je ook je antwoord op doorgeven. En wie weet speel jij dan straks met ons het grote chocoladeletterspel. Vraag trouwens wel even aan je ouders om toestemming om te bellen als je belt. En je maakt kans op geweldige leuke prijzen. Bij de inpakkamer bij Hulppiet. Dus weet je het antwoord? Geef het aan ons door. Brunt, staat er. Brunt. Nou, ik zou het doen. Hij wordt wel ietsje lastiger. Straks blijf kijken, want Lisa, Amy en Shelly die komen optreden. En we gaan ze natuurlijk alles vragen. Heb jij nog vragen voor Lisa, Amy en Shelly? Wat ik me wel heel goed kan voorstellen. Dan kun je ze mailen via mail@declubvansinterklaas.nl. En vanavond is het natuurlijk zover. Ik ga ook mijn schoen zetten. Dat mogen we allemaal, want Sinterklaas komt naar ons land. En straks geven we een aantal tips waar je op moet letten als je je schoen gaat zetten. Dus ik zou zeker blijven kijken. We zijn zo weer bij je terug. Tot straks. Doei doei. Je kijkt nog steeds naar het Club van Sinterklaas weekend hier bij Jetix. Goed dat je er nog steeds bij bent. Prof Piet zit ook nog gezellig bij me op de bank. Hartstikke gezellig. Ja. En Hulppiet, die zit momenteel in de chat. Wil jij met hem chatten, dan kan het via declubvansinterklaas.nl. En we gaan naar het chocoladeletterspel. Want ik ben heel benieuwd of jullie weten wat het woord is dat we zoeken. Prof Piet, weet u het woord? Daar ben ik nog over aan het denken. Gaat u nog maar even nadenken, want volgens mij heb ik iemand aan de telefoon die het wel weet. Hallo, met wie spreek ik? Met Fleur Prijs. Met wie? Fleur Prijs. Fleur? Ja? Hi Fleur, wat leuk dat je belt. Gaat het goed? Ja. Jij doet mee met het chocoladeletterspel. Ik ben heel benieuwd of je weet wat het woord is. Zeg het maar. Pepernoot. En dat is goed! Ja, ik wist hartstikke het. Hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed, verklappen. Fleur. Ja. We gaan over naar Leon en Hulppiet, want je mag een cadeau uitzoeken. Heel veel succes. Ja, oké. Okay. Ja.
Dag, Fleur. Even die pepernoten. Ja, ze mag een cadeau uitzoeken. Ja. Heel goed. Nu heb je een heleboel cadeaus hier staan, Hulppiet. En volgens mij is het voor die kinderen ontzettend moeilijk om te kiezen. Dus laten we even heel kort doorlopen. Wat heb je hier allemaal in die inpakkamer staan? Nou, van alles. Hier bijvoorbeeld een leuk jong katje. Oh, die mouwt ook echt, hè? Ja, die kan mouwen. Ja. En... Nu even niet, ze heeft geen zin, zenuwachtig. Spellen? Spellen, poppen, nog meer spellen. Ik zag hier trouwens, dat is voor jullie leuk, hier staan echt kijk jongens, dit zijn echt enorme joekels van cadeaus hier. Hè? Daar kun je ook heen met die camera. En de andere kant, de rechterkant, hier staat ook nog van alles. Hier staan nog iets voor spelcomputers, dat zinggebeuren. Er staan dvd's, spelletjes, van alles en nog wat. Maar elk cadeautje is leuk hoor. Natuurlijk, zo. Hey Mouden. Maar Fleur, het gaat nu om jou. Ja? Je bent er nog, gelukkig. Ik dacht dat je al opgehangen had. Heb je al een beetje een idee, Fleur, wat je wil hebben? Of niet? Fleur? Fleur? Ja. Oh, nou ja, goed. Weet je al wat je wil hebben? Weet nog niet. We zien wel waar die camera stopt. Je weet hoe het werkt. Naar links, naar rechts, naar boven, naar onder. We gaan beginnen in 3, 2, 1. En stop zeggen als je een leuke prijs ziet. Begin maar! Naar links. Het gaat allemaal naar jou toe, Hulp. Links. Ja, en blijf roepen, hè? Blijf roepen voor die camera. En zeg stop als je wat ziet. Links. Ja, dan ga je het decor uit. Je gaat nu de studio uit. Rechts. Ja? Rechts. Nog meer naar rechts, ja? En zeg stop als je wat ziet, hè? Zie je al wat? Je hebt nog... Ik kijk even nog 5 seconden. Je kan ook naar boven en naar beneden, hè? In 5. 4. Boven. 3. 2. Stop. 1. Stop, oké. Stop. Dan moeten we even kijken waar we zitten. Want er staat hier zoveel. Waar zitten we nou, jongens? Weet jij het? Ja, volgens mij was het deze pepernoot. Volgens mij heb je een pepernootje gewonnen. Dit ding. Oh, deze. Hier zaten we. Oké, dus enorm grote spel met een pelikaan. Dus, en dan krijg je de pelikaan. En een pepernoot erbij. Dus, nou, die pepernoot zijn we blij mee. Toch, Fleur? Je bent er blij mee, toch? Ja. Oké, hartstikke goed, gefeliciteerd! Wat vind je leuke, Fleur? De pepernoot of de pelikaan? De pelikaan. Sita, we gaan weer naar jou. We gaan het hier inpakken. Ja, Fleur, van harte gefeliciteerd. Bedankt voor het bellen. Doeg! Fleur was al weg, maar ze hoort het vast nog wel, want ze kijkt natuurlijk naar de televisie. Nu, op dit moment in de studio, in het clubhuis, hoog bezoek, Lisa en Michelle. Hi, meiden! Hoe gaat het met jullie? Hartstikke goed. Zijn jullie ook een beetje zenuwachtig omdat Sinterklaas aankomt? Ja, een beetje wel hoor. Ja, hopen dat alles goed gaat. Ja, dat is altijd afwachten met de reis of alles inderdaad goed gaat. Hey, wat staat er op jullie verlanglijstje? Ja, eigenlijk niet zoveel, maar ik hou wel een beetje van vreugde met dingetjes en knutselen en zo. Oké. Een boek is ook wel leuk om te hebben. Daar kan je lekker van maken natuurlijk. Ja. Sieraden en make-up is altijd leuk om te hebben. Oké, moeten ze hierop praten? Hey, en wat is het leukste wat jullie ooit hebben gekregen? Praat maar even door deze microfoon. Ja, bij mij is dat denk ik het spel Holle Bolle Beukenboom. Het spel Holle Bolle Beukenboom? Ja, hoe gaat dat spel? Hou hem zelf maar even vast. Ja, dat is zo'n spel en dan heb je zo'n boom eigenlijk. Ja. En dan heb je van die nootjes. En dan zijn er eekhoorntjes en dan moet je eigenlijk die nootjes naar boven schieten en zo. Door die boom heen. Oké, daar was je hartstikke blij mee. Ja. En jullie, weten jullie het nog? Ja, ik wilde heel graag zo'n walkie-talkie en toen kreeg ik die. En daar was ik zo blij mee. En ik kan me nog goed herinneren dat ik met een vriendin, want die woonde niet zo ver bij ons vandaan. Ja. En toen gaf ik een walkie-talkie mee en dan spraken we een tijd af, want dan kon hij net die afstand. Toen kwamen we net te laat elke keer bij de tijd, dus toen konden we elkaar niet meer verstaan en zo. Oh, dat is wel jammer. Maar het was wel heel leuk hoor. Oh, dat was jouw leuke cadeautje. Ja. Jij? Ik was heel erg fan van Animal Hospital, dus ik had een vliegtuig van Animal Hospital gekregen. Mm-hmm. En daar heb ik toen heel veel mee gespeeld. Oh, hartstikke leuk. Ja, dat is altijd zo leuk voor Sinterklaas. Ja. Hey, en jullie favoriete Sinterklaasliedje? Want we hebben ook een top 3, dus jullie kunnen ook je top 3 mailen naar mail@declubvansinterklaas.nl. Hebben jullie een favoriete Sinterklaasliedje? Ja, Sinterklaas Kapoentje, denk ik, hè? Ja, want ik weet dat jullie die heel erg mooi kunnen zingen. En ik durf het bijna niet te vragen. Willen jullie die a cappella, want dat kunnen ze zo mooi voor ons zingen. En dan goed de microfoon erbij houden, dat we jullie goed kunnen horen. Deze? Ja. Sinterklaas. Oké. 1, 2, 3. Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Sinterklaas Kapoentje,
Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Dank je Sinterklaasje. Woehoe, geweldig. Ik ga heel hard voor jullie klappen. Ik vind jullie zo leuk en zo goed. Ja, bedankt. Hey, en vanavond mogen jullie je schoen zetten. Ja. En als jullie mij beloven dat jullie dit liedje dan bij de schoorsteen zingen, dan komt het met die cadeautjes vast en zeker helemaal goed. Oké, okay, afgesproken? Ja, gaan we doen. Ja. Willen jullie voor ons optreden? Ja. Ja? Ja. Oké, okay, ga alvast klaarstaan. Geef die maar eventjes aan mij. Dan ga ik jullie aankondigen in het clubhuis. Lisa, Amy en Shelly met 100%! Hey Amy, wat is met Lisa aan de hand? Oh, die is weer verliefd, joh. Nee, toch? Ja, erg hè? Als je verliefd bent. Vertelde. Wist ik meteen, je vindt hem leuk, terwijl je hem niet kent. Ik ben niet jaloers, maar ik ben zo bang dat het tussen ons verandert. Je bent verblind en doet zo vreemd, nu jij op iemand bent. Als je verliefd bent. Geloofd. Maar echt, hij is zo lief, zo leuk. En grappig, kreeg steeds in een deuk. Joh, het is je type niet. Want jij dat zelf nog steeds niet. Nee, toch? Nee, we blijven nog wel even. Hey, als jullie nou gaan chatten in de chatroom, is dat een leuk idee? Ja, leuk. Oké, okay. Loop maar die kant op. En dan kunnen jullie thuis kunnen chatten met de meiden Lisa, Amy en Shelly. En volgens mij is Leon ook in de chatroom, of niet? Ja, klopt, want ik zie de dames nu bij me verschijnen. Hallo, gezellig. We gaan zo even ruimte voor jullie maken hier in de chatroom. Hier gebeurt het dus allemaal. En zoals je ziet is Hulppiet ondertussen ook aangeschoven. Die is ook druk aan het chatten. Lukt dat allemaal? Ja, gaat hartstikke goed. Oké. Okay. En Jelle, ik zie jou ook in één keer zitten. Jelle van de Bamboe Club, hartstikke gezellig. Hi. Zeg, druk aan het chatten? Ik ben druk aan het chatten, maar ik ben ondertussen ook de tussenstand aan het bijhouden van de liedjes. Oh ja, dat is waar. Van de favoriete Sinterklaasliedjes. Sinterklaasliedjes, ja. Top 3. Hoe staat het daarmee?
Het gaat heel goed, we krijgen heel veel mailtjes, maar eigenlijk is het natuurlijk nooit genoeg, want ik wil eigenlijk van iedereen weten wat hun favoriete Sinterklaasliedje is. Ja. Maar bijvoorbeeld Brandon uit Deventer, zijn favoriete Sinterklaasliedje is Sigins komt de stoomboot. Okay. En zoals ik al zei, als ik je voorlees, ja, precies, dan krijg je een cadeau. Dus Brandon, deze gaat naar jou. Kom je in de uitzending, dan win je wat, hartstikke leuk. Dus er is weer een pelikaan uit, hartstikke goed. Hartstikke goed. En Jessica uit Gieten, ja, haar favoriete liedje is Zwarte Piet ging uit fietsen, en die krijgt deze. Oké, okay. Nou, hartstikke goed. We zorgen dat die bij jullie aan gaan komen, die cadeaus. Maar hoe zit het nou met die top 3? Want er is meer dan alleen Sigins komt de stoomboot en Zwarte Piet ging uit fietsen gestemd, toch? Ja, of? Nou, ik heb dus inderdaad een top 3. En als ik die van 3 naar 1 voorlees, dan staat op dit moment op 3 Sinterklaas Kapoentje. Op 2 Zwarte Piet ging uit fietsen, okay, met dank aan Jessica waarschijnlijk. En op 1 Sigins komt de stoomboot. Toch wel? Ja. Ik ben heel benieuwd, want het is volgens mij ieder jaar toch een soort nek-aan-nek race tussen de liedjes. Gaat zo hoor. Ja, je houdt het goed bij hier, hè? Ik zit er bovenop. Oké, perfect. We zorgen dat jullie dames hier ook nog even tussen de computers gezet worden. Dus thuis kunnen jullie met de dames gaan chatten. Hartstikke leuk. Beetje zin in? Ja, ja. Oké, hartstikke goed. Sita? Ja, die top 3, daar is Jelle dus druk mee bezig. Ja, helemaal goed. En jij thuis geeft ook door jouw top 3 van de leukste Sinterklaasliedjes. En dan gaan we dat helemaal aan het eind bekendmaken. En we gaan nu weer naar het chocoladeletterspel. Mijn favoriete onderdeel. Ja, niet alleen om het spel, maar ook omdat chocoladeletters zijn. Ja, die zijn hartstikke lekker. Ik heb nog nooit zoveel verschillende letters in mijn handen gehad, weet je dat? Nee. Er staat hier van alles. Op dit moment staat er Astel. En dat moet dan iets worden. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Nee. Maar jij moet er een woord van maken. We missen een aantal letters. Ik geef gewoon een tip. Deze kan ook hier. Nou, aha, het maakt het een stuk makkelijker meteen. Weet je nou wat het antwoord is? Geef het even aan ons door. Dat kan via declubvansinterklaas.nl. Laat daar je antwoord en, heel belangrijk, je telefoonnummer ook achter. Want als je wint, dan kunnen we je terugbellen en kom je hier in de uitzending. Je kunt ook bellen met de Jetix phone 0909 1516. Als je dat doet, vraag even toestemming aan je ouders. Laat je antwoord achter en wie weet bellen we je terug. Kom je hier, speel je het chocoladeletterspel en win je geweldige prijzen. Mag je met die camera in de inpakkamer van Hulp Piet een cadeau uitzoeken. Wat wil je nog meer, jongens? Het is gewoon een fantastische dag. Sinterklaas komt en we gaan nu al cadeaus weggeven. Helemaal leuk! En Leon, ik heb ook nog een heel leuk nieuwtje, want het loopt storm op de website. Mooi. We hebben al 8000 mailtjes ontvangen. 6000 kinderen hebben via de website gereageerd. En er zitten 400 kinderen te chatten. En dat vinden we natuurlijk hartstikke gezellig. Blijf er lekker bij. We zijn straks weer bij je terug. Prof Piet zit nu te chatten. En Nieuws Piet komt ook nog langs. En we hebben nog veel meer prijzen. En Jelle gaat natuurlijk de top 3 bekendmaken. Dus we zien je straks weer terug. Jullie kunnen even gaan kijken naar Totally Spice. Heel graag. Tot straks. Leuk. Doei doei. Doei. Dat je nog steeds kijkt. Je kijkt naar het Club van Sinterklaas weekend hier bij Jetix in het clubhuis en we hebben het super gezellig. Naast mij op de bank, Nieuws Piet. Welkom Nieuws Piet. Goedemorgen. Nieuws Piet presenteert het nieuws om alle Pieten, het Pietennieuws, om alle Pieten op de hoogte te houden van alle informatie. Want het kan natuurlijk best wel spannend zijn als de boot hierheen moet komen en de wind waait en weet ik veel wat. Hoe was het in Almere? Almere was uitermate rustig. De kinderen lieten nog even op zich wachten, maar ik heb geconstateerd bij mijn vertrek van Almere dat de eerste kinderen al te plaats kwamen. Oké, dat is heel goed nieuws. We gaan zo verder met je praten. Goed. Dankjewel dat je hier bent. Blijf even lekker zitten, want we gaan naar het chocoladeletterspel. Ik ben heel benieuwd. Wie heb ik aan de telefoon? Hallo? Thomas. Thomas, leuk dat je duidelijk. Hallo Thomas, leuk dat je belt. Gaat het goed? Ja. Ik ben heel benieuwd of jij het woord weet dat we zoeken. Ja. Zeg het maar. Kasteel. Kasteel, en dat is helemaal goed. Van harte gefeliciteerd. We gaan over naar Leon en Hulpiet. Dan mag jij de camera bedienen om een cadeautje uit te zoeken. Heel veel succes. Inderdaad, hallo Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Gefeliciteerd. Hartstikke goed. Ja. Thomas, ja. Kijk je de hele ochtend al naar ons? Ja. Heel goed. Nou, en je hebt het goede antwoord doorgegeven. Hè? Dat is fantastisch. Ja. Want jij mag hier wat uit gaan zoeken. Heb je al een beetje idee, waar ben je naar op zoek? Wat zou je graag willen? Welk cadeau? Het biggenspel.
Het biggest spel. Het biggest spel die achter jou. Ja, die staat hier. Dan weet je, dan maken we het even moeilijk. Dan begint de camera daar een beetje. Ja. Rechtdoor, links, rechts, onder, boven. Ja, en als hij erop is, gewoon stop zeggen. Ja. Dan win je die prijs, denk ik. Oké. Ben je klaar voor? Ja. Gaan we nu beginnen. Succes. Ja. 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 Stop. Ja, nee, dat was jij. Nee, we even door. Rechts, door. Rechts. 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 Chocoladeletterspel, dat wil ik ook nog eventjes zeggen. Ik wil Nieuwspeed nu graag het woord geven, want wat ik wil weten is hoe het nu op de boot is en hoe dat gaat met die harde wind. Nieuwspeed, kan jij me daar iets over vertellen? Ja, dat kan. Ik heb een straalverbinding via de satelliet gehad met onder andere Dans en PJ. Echt? Het weer is stuimig. Ja? Het waait. Oh. Het regent. Oh. Maar dat is op zee. Voorlopig, in ieder geval in Nederland, is het weer vrij kalm. Ja. Wel koud, maar droog. Okay. Dus wel de sjaal omdoen en de handschoenen. Mm-hmm. Maar de majo's die hoeven niet per se onder de broeken. Oké, maar komt de boot op tijd aan? Zoals het er nu uitziet, wordt het krapjes. Er is enigszins file ontstaan bij de afsluitdijk. Ja. Vanwege de grote opkomst van mensen die Sinterklaas willen begroeten. Mm-hmm. Maar naar alle waarschijnlijkheid komt het allemaal hopelijk goed. Oké, hartstikke goed. En Tespiet, hebben we die misschien... Heb jij verbinding met Tespiet? Hebben we die aan de... Hallo? Aan de... Ik zal even kijken. Tespiet. Hallo. Hallo. Nieuwspiet daar? Ja, dat klopt. Je spreekt nu met Nieuwspiet. Hallo, Nieuwspiet. Hallo, Tespiet. Hallo? Hallo, horen jullie mij? Ik ben op de boot. Ja, ik hoor je heel goed. We horen je. Oh, wat goed. Hoe is het daar? Ik heb zoveel zin om naar Nederland te gaan. Wat leuk. Ja. Het is hier gezellig. Koud, fijn. Maar gezellig. Maar hoe is het daar op de boot? Nou, op de boot gaat het heel goed. We zijn allemaal helemaal vol spanning, want we kunnen niet wachten om te komen. Nou, we komen morgen ook naar het clubhuis. Echt waar? Ja, we komen allemaal. Jullie komen allemaal dus ook, Sinterklaas. Komt hier naar het clubhuis? Ja, we komen allemaal. Geweldig. Oh, ik word allemaal een beetje zenuwachtig. Sinterklaas komt, wat leuk, hè? Ja, dat is hartstikke gezellig. Hartstikke gezellig. En de boot vaart heel goed, dus het gaat allemaal voorspoedig. Het gaat allemaal voorspoedig. Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Dankjewel, dan zien we jou morgen. Mag ik nog één ding zeggen? Ja. Ik had namelijk iets gehoord van Sinterklaas. Nou. En het lijkt me toch wel leuk, want nu kan ik het eindelijk tegen de kinderen zeggen. Als hij nou straks aankomt, hè, willen jullie dan misschien heel eventjes de vlag uithangen? De vlag uithangen? Het is toch een feest? Het is een hartstikke feest. Dat gaan we zeker doen. Nou, wat fijn. Nou, tot morgen. Tot morgen. Goeie reis verder. Zie je morgen. Dag. Dag, Tespiet. Dag. Sinterklaas komt dus morgen naar het clubhuis. Hartstikke leuk. Heb jij nog vragen voor Sinterklaas of voor alle Pieten die natuurlijk meekomen? Mail ze dan via mail at theclubvansinterklaas.nl of via de site clubvansinterklaas.nl. Hartstikke leuk. Even kijken. Ja, straks spelen we natuurlijk weer het chocoladeletterspel waarin je je eigen prijs kunt uitkiezen. En ik ben wel even benieuwd naar Jelle. Want Jelle, hoe zit het met de... Daar ben je. Hoe zit het eigenlijk met de top 3 van de Sinterklaasliedjes? Nou, het gaat heel goed. Het is heel spannend. Mooi, dankjewel. Nee, sorry. Ga door. Nou, er wordt onwijs veel gemaild. Het gaat heel goed met alle mails en zo. Ik krijg eigenlijk iedere keer dezelfde liedjes, maar ze veranderen iedere keer van volgorde. Dus eigenlijk blijft het gewoon tot op het laatst spannend. Okay. Maar ik zal weer eens even twee ingestuurde mailtjes voorlezen. Precies. Want die krijgen weer een prijs. Deze, we hebben hem net al even gezien. Hey, Thomas had hem ook gewonnen. Ja, nou, die gaat naar Sigrid. Uit Horen, want die had Sinterklaas Kapoentje als favoriet liedje. Uit Horen of uit Horen? Nee, uit Horen. Horen. Oké, okay. Nee, dat duidelijk is dat Sigrid in Uit Horen nu niet denkt van ik heb wel gewonnen. Het is Sigrid uit Horen. Horen. En Jasmijn uit Nijenveen, die krijgt dit spel.
Want die had Sigins komt de stoomboot ingestuurd als mailtje. Oké, dus jij zegt de top 3, het gaat steeds om dezelfde 3, alleen het 1 gaat naar 2, 2 naar 1 en 3 naar 2. Spannend, hè? Wat is het dan nu? Op dit moment is het op 3, Zwarte Piet ging uit fietsen. Ja. Op 2, Sigins komt de stoomboot. Oké. En dat betekent dat nu op 1 staat Sinterklaas Kapoentje. Maar er kan nog van alles gebeuren, hè? Oké. Hey, misschien Jelle. Is het wat voor het Eurovisie Songfestival. Hè? Jelle, we zien jou straks terug met de definitieve uitslag, hè? De definitieve top 3. Absoluut. En dan ga jij, maar wij met z'n allen gaan dat liedje ook zingen. Toch? Het liedje wat gekozen wordt als het allerbeste liedje. Ja, dat weet dat je nog niet. Nee, leuk. Dat gaan wij doen. Gaan we met z'n allen zingen. Ja. En iedereen thuis ook natuurlijk. Ja, okay. En we weten natuurlijk dat Jelle ongelooflijk goed kan zingen. Dus dat wordt helemaal leuk. Daarvoor zou ik zeker blijven kijken. En jullie hebben ook heel veel vragen ingestuurd voor Lisa, Amy en Shelly. Daar gaan we ook eventjes naartoe. Meiden, zitten jullie daar lekker te chatten? Hoe gaat het? Ja, gaat het goed? Ja, oké. Het gaat wel snel, hartstikke maar... Hartstikke leuk. Ik heb heel veel vragen voor jullie gekregen. Hier komt er eentje. Okay. Wat is jullie lievelingsliedje? Van jullie zelf. Oh, van onszelf. Nou ja, wij hebben natuurlijk allemaal ons eigen nummer. Ik vind mijn eigen nummer vind ik toch wel het allerleukste. En dat is Onweer en Bliksem. Ja, en binnenkort krijgen we ook een kerstalbum. En daar is eentje van, daar wordt de single. En dat vind ik wel een heel leuk liedje, The Power of Christmas. Dus, oh, een kerstliedje komt eraan. Ja, dat vind ik wel een heel leuk liedje. Ja, vind ik ook. Oké, en deze vraag werd gesteld door Celine. Kan jij mij even begeleiden, Nieuwsbeat? Ja. Celine krijgt een mooie prijs. Wil jij die heel eventjes laten zien? Dan ga ik verder met de volgende vraag van Rachel. Dat vind ik namelijk zelf een hele leuke vraag. Zijn jullie verliefd? En zo ja, op wie? Nou, ik ben niet verliefd. Nee. Ik ook niet. Zijn alle drie niet verliefd. Nee, niemand. Oh, nou, hou me wel te hoog in jullie liefdesleven, want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Even kijken, heb ik nog een leuke vraag? Jazeker. Hoe lang zingen jullie al samen? Want misschien weet niet iedereen hoe dat zit tussen jullie. Vertel eens even. Nou ja, we zongen eerst allemaal apart thuis en toen vonden we het leuk, want we wisten dat Junior Songfestival ging beginnen. En vonden we het leuk om mee te doen en toen dachten we, het is leuk om natuurlijk wel met z'n drieën te gaan doen. Dus toen gingen we met z'n drieën een liedje maken en toen is het eigenlijk allemaal ontstaan. Ja, dus we zingen nog maar een jaar. Natuurlijk, hè? Ja. Ja. Ja, dus we zien elkaar thuis heel veel. Ja. Hartstikke leuk. Nou, super dat jullie er zijn. Deze vraag is trouwens gesteld door Ilse. En Ilse krijgt ook een hele mooie prijs. Meiden, blijf lekker chatten. Ja. En hebben jullie vragen voor Jelle trouwens? Dan kunnen jullie die ook stellen en mailen naar mail@declubvansinterklaas.nl. Dan gaan we nu naar het chocoladeletterspel. Leon. Nee, apart spellen. Vragen stellen aan Jelle. Ja, maar goed, dit gaat om hele andere zaken. We hebben weer wat chocoladeletters neergezet. En de bedoeling is, je weet het, dat jij daar het juiste woord van raadt. Er staat op dit moment staat er Reptie. En er moet wat anders van gemaakt worden. Deze is wel wat lastiger, Siet, vind ik. Ja, misschien maar je moet een beetje uit elkaar. Ja, als je, dit zijn eigenlijk twee woorden. Kijk, dan is die misschien wat makkelijk. Dat je hier eigenlijk hutte-pie. Mm-hmm. Hutte-pie. Mm-hmm. Ja? Ja, ja, duidelijk. Niet? Nee. Hutte-pie. Doe jij even je ding. Rtepie ging uit. Ja. Dat is een kleine tip. Oké. Weet je nou het goede antwoord? Dan kan je dat doorgeven via declubvansinterklaas.nl. Laat je antwoord achter. Moeilijk antwoord. Laat hem achter met je telefoonnummer. En wie weet kom jij straks bij ons in de uitzending. Speel je dat spel met die camera. En haal je je eigen cadeautje uit de inpakkamer bij Hulppiet vandaan. En je kunt natuurlijk ook bellen 0909-1516. Vraag even toestemming om te bellen aan je ouders. En dan maak je dus kans op die geweldige prijzen. Helemaal zo goed. Zit het in elkaar en meer niet. Nee, hartstikke leuk. Toch? Hartstikke leuk, heb je helemaal gelijk. Leon, dankjewel dat je er bent. Ik vind het gezellig. Ik vind het ook gezellig. Het is echt Sinterklaas weekend. Ja, maar weet je wat ik ook nog even wil zeggen? Zometeen zijn we terug, uiteraard, met natuurlijk het chocoladeletterspel. En we gaan tips geven waar je op moet letten als je je schoen zet. Dus handig. Ik zou zeker blijven kijken, want vanavond mogen we allemaal onze schoen zetten. Dus zometeen tips hoe je dat het beste kan doen. Wij zijn zo weer bij je terug. Gezellig, tot zo. Doei doei. Doei doei. Hey, leuk dat je nog
nog steeds kijkt naar het Club van Sinterklaas Weekend. Het is een gezellige boel hier. Er zitten veel Pietjes te chatten in de chatroom. En heb jij vragen aan de Pietjes of wil je je top 3 van de Sinterklaasliedjes kwijt? Of je verlanglijstje of gewoon iets over Sinterklaas? Mail het ons naar mail@declubvansinterklaas.nl en komt jouw vraag of je verlanglijstje of je top 3 bij ons hier live in de uitzending. Dan win je ook nog eens een te gekke prijs. Ja, hallo. Ja, Leon. Hé, wat heb jij nou? Ja? Oh, dit is een aanwijzing. Ja? Dit is een hint. Een hint? Een hint. Ja, want ik hoorde toch dat de letters van het chocoladespel toch een beetje moeilijk waren. De retepie. Retepie. Mm-hmm. Ik had natuurlijk een retepie ging uit fietsen als tip. Maar dit is dan een hint. De muts. Een beetje, ja, te veel hints heb je gegeven, denk ik. Te veel? Ja, maar dat is wel heel erg lief van je, hoor. Dank je wel dat je helpt. Maar volgens mij hebben we al iemand hangen die het goede antwoord weet. Maar, hallo, met wie spreek ik? Met Maaike. Hi Maaike, hoe gaat-ie? Goed. Ja, weet jij het goede antwoord? Zeg het maar. Zwarte Piet. En Zwarte Piet is helemaal goed. En dat betekent dat jij het spel mag spelen met hulp Piet en Leon. Ja. En ik wens je heel veel succes. Zet hem op. Ja. Heel goed. Ja. Was die moeilijk? Nee. Nee? Dat vond hem hartstikke moeilijk. Jij wist hem niet. Nee, maar ik vond het ook lastig omdat er een schilderij van Sinterklaas achter stond. Ja, maar dan moet je niet door laten afleiden. Het gaat alleen om de letters. Maar goed, je hebt het goede antwoord doorgegeven. Hartstikke goed. Je weet wat de bedoeling is nu, hè? Je weet wat er moet gaan gebeuren, precies. De camera is eventjes van jou. Ja. Want jij mag de camera sturen naar links, naar rechts, naar boven of naar onder. En je ziet hier heel veel cadeaus staan. Het worden er langzaam iets minder, maar er blijft nog genoeg over, toch, Hulp? Ja, nog genoeg, hè? Nee, okay. Ontzettend veel. Ja. Heb je al een beetje een idee wat je wil hebben, of niet? Nee. Nee? Niet? Nee? Vind je Camp Rock, zie ik dingen staan? Zijn staan ook... allemaal leuk, hoor. Allemaal leuk. Ja, het is allemaal leuk. Leuk speelgoed. Ja. Ik denk dat we maar gewoon moeten gaan beginnen. Ja? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we beginnen. 3, 2, 1. De camera is voor jou. Ja. Sturen. Naar boven. Naar boven. Boven. Naar boven. Naar boven. 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 Links. Dat is nee, hoger zijn geen cadeautjes meer. Ja. Waarheen? Links. 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 Stop. 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 Volgens mij staat op de pelikaan. Of nee, je staat hierop. Links. Ja, nog. Ja, stop. Wat? Nee, ga nog maar even door. Ga nog maar even door. Oh, ja. Waar wil je heen? Nou, we gaan gewoon nog door, hoor ik hier van Hulp Piet. Hij staat vast. Oh nee, hij staat vast. Hij staat vast. Hij staat vast. De tijd is om. Sorry. Oh, de tijd is om. Maar je stond op deze. En dit is niet misselijk om te krijgen, toch, Hulp? Oh. Hey, de pelikaan is er weer uit. Deze voor jou? Ja. Vind je hem leuk? Ja. Hartstikke goed. Dan komt hij naar je toe. We sturen hem op. Komt helemaal goed. Gefeliciteerd. Ja. Doei. Doei. Dag, dag. Oh, weer een hele mooie prijs eruit. Hartstikke goed. Ik sta op dit moment naast Joey. Hey Joey. Goedemorgen. Want ik wil wel eens weten, en ik denk dat jij thuis ook heel benieuwd bent, hoe chocoladeletters worden gemaakt. Hoe chocoladeletters worden gemaakt? Nou, het is niet makkelijk. Nee, absoluut dat geloof niet. Ik. Heel veel mensen denken dat. Ik heb chocolade heb ik gesmolten. Ben ik eventjes bezig. Oh, oké, okay, chocolade nou? Moet namelijk de juiste temperatuur hebben voordat je daar een letter van kan maken. Oké. Okay. Ik heb hier wat verschillende chocolades liggen. Witte chocolade, melk, puur. Kinderen vinden volgens mij melkchocolade het lekkers. Ja, maar of ik vind witte chocolade. Lekker zoet en romig. Heerlijk. Ja goed, ik ga hier dus die chocolade ga ik lekker op temperatuur maken. Ja. Lekker een beetje kliederen. Kijk, ik zie er een beetje zo op. Eigenlijk heb ik gewoon een geweldig lekker vak. Ik ga het ook gelijk een beetje promoten. Ja, aan de moet kinderen. Je ook doen. Dus, kijk, dus dan ga ik die chocolade die ga ik zo meteen weer terug doen in deze bak. Dan heeft hij de juiste temperatuur. Oké. Okay. Ik heb hier ook al wat marsepein heb ik liggen. Heerlijk. Zo meteen gaan we daar een leuke versiering van maken. Nootjes, zwarte pietenkopjes. In welke letter ga je maken? Zal ik gewoon de S doen? Van Sita? Ja, en van Sinterklaas natuurlijk. Nee, helemaal leuk. Hartstikke goed. Dan komen we straks bij je terug. Maar hoe maak je hier nou een letter van? Dat begrijp ik nog niet helemaal. Nou, zometeen bij de chocolade komt er heel klein beetje suikerwater. De chocolade wordt daardoor wat dikker. Ja. En dan kan je dus een hele mooie letter kan je spuiten. Je hebt natuurlijk verschillende letters. Je hebt vormletters, zoals de letters die net gebruikt zijn met het Sinterklaasspel. Ja. Maar je hebt ook spuitletters. Ja. En dan kan je hele mooie letters spuiten, versieren. En dat laat ik zo meteen zien. Klinkt helemaal goed. We zijn hartstikke benieuwd. Straks komen we bij je terug. En dan wil ik ook wel een beetje proeven. Hey, we gaan nu even naar de chat, want Leon staat daar. Als het goed is, Leon. Dat klopt, Sita. Ik sta hier en het is in een drukte van belang. Prof Piet zit achter de computer. Nieuwspiet, het is gewoon helemaal gezellig, alle andere Pieten. Maar ik heb natuurlijk een vraag van een van onze kijkers. En Nieuwspiet, die stel ik even aan jou, want ik denk dat... Ja, prof zou hem ook wel weten, maar... hoe lang duurt de reis van Spanje naar Nederland? Ja... Op de brommer duurt het een stuk langer dan met de boot. Met vliegtuig. Misschien, hoe lang het met het vliegtuig is? Nou, met het vliegtuig was het toch zeker wel... ergens tussen de 1 en de 3 uur.
Oké, okay. dat is een hele mooie schatting. Ik ben heel benieuwd. Misschien moet je het zelf maar gaan ervaren eens een keer om er echt achter te komen. Het ligt natuurlijk aan de wind. Hè? Met tegenwind ook, vlieg je langzaam. Als op de brommer precies hetzelfde. Heb je ook tegenwind. Ja. Ik ga even een cadeautje weggeven. Of misschien willen jullie hem eruit halen uit de zak. Want ja, nee, die is voor Lotte. Lotte van Werkhoven uit Voorhout. Die heeft namelijk deze vraag bedacht. En wij stelden hem namens Lotte. En dit cadeautje krijg je... Lotte, deze krijg jij. Is voor jou, alsjeblieft. Sita, we gaan naar jou. Ja, maar als het goed is, kom jij hierheen, want we gaan natuurlijk weer het chocoladeletterspel spelen. En als je niet kwijt bent, dan ga ik het doen. Ah, dan ben je alweer. Nou, je bent zo snel. We gaan we rennen heen want en weer. Want we hebben weer een nieuw woord, vertel. Oh ja, ja, nee, ja, deze letters die staan weer helemaal klaar. Ja? Iets makkelijker dan net, want het is weer een lang woord, maar er staan iets meer letters nu ook bij om te raden. Ja? Deze moet eigenlijk wat meer uit elkaar. Ja, maak het niet te makkelijk. Nee, ja, nee, ja, er staat spukkels. Ja, spukkels. 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 Dus ja. Goed, weet jij het antwoord, dan geef je dat door via de clubvansinterklaas.nl. Of je antwoord en je telefoonnummer, hè? Ja, precies. Of 0909-1516 even vragen om toestemming om te bellen. That's it. That's it, inderdaad. En heb je nog je verlanglijstje wat je wil sturen of vragen? Je kan het allemaal kwijt. Mail het ons gezellig. Vinden we hartstikke leuk. Naar mail@declubvansinterklaas.nl. En dan zijn we straks weer bij je terug met ook de uitslag van de Sinterklaas Liedjes Top 3. We zien je straks terug. Hoi. Jetix Club van Sinterklaas Weekend. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Prof Piet en Nieuws Piet zitten ook gezellig bij me op de bank. Hartstikke leuk. Gaat het goed met jullie? Ik sterk de indruk dat ik niet bij u op de bank zit. Oh nee, bij mij op de bank. Ik zit natuurlijk helemaal niet op de bank. Ik zit op de stoel. Ik voel toch een afstand. Dat is een beetje jammer. Ja. Maar goed, op de site kunnen jullie alles kwijt wat jullie maar willen over Sinterklaas. En ook jouw favoriete Sinterklaasliedje. Straks de uitslag van de Sinterklaasliedjes top 3. En Jelle komt die dan geven. Jelle hoofd Sinterklaasliedjes. Helemaal leuk. En die gaan we ook zingen natuurlijk. We gaan nu even naar het chocoladeletterspel. En als het goed is, hebben we iemand aan de lijn die het goede antwoord weet. Hallo, met wie spreek ik? Met Max. Hi Max, hoe is het met jou? Goed. Ben je ook een beetje zenuwachtig voor Sinterklaas? Ja. Ja, ik ook. Hey, wat denk je dat het antwoord moet zijn? Speculaas. Speculaas is helemaal goed. Je mag een cadeautje uit gaan zoeken met Leon en Hulpiet. Veel plezier, succes. Doei doei. Doei. Ja, er zijn hier echt hele geweldige cadeaus. Alles beweegt en piept en maakt geluid. Het staat nog helemaal vol in de inpakkamer. Ja. Er blijven volgens mij steeds cadeautjes bij komen, maar er gaan ook cadeautjes weg. Max, voor jou staat er ook wat bij. Heb je al wat gezien wat je graag zou willen hebben? Ja. En dat is, wat zou je graag willen hebben? Een Wii-spel. Een Wii-spel. Wie, waar, hoe, wat en waarom. Nou, weet je wat? We gaan gewoon het spel spelen en dan komt hij er even zelf op. Hij komt er vanzelf op. Dat denk ik, dat zou best heel goed kunnen. Je weet hoe het werkt, Max. Ja. De camera is voor jou, links, rechts, boven, onder, dat moet je zeggen. Ja. Ga je gang, vizier komt in beeld en daar gaan we. Succes! Ja. Succes, ja. Waar moeten we heen, Max? Rechts. Rechts. Links. 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 Rechts. 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 Andere kant op. Andere rechts. Wat voor kant? Deze. Die kant op. Ja, die kant op. Ga je goed nu? Ja? Links. Ja? Links. 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 Weer naar links. 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 Oké. Okay. In 5, 4, je hebt nog 3, 2, 1. En hij staat vast. Oeh. Stop. Au. Ja, dat ben jij bijna. Waar staan we nu? We staan... Omhoog. Nee, we zijn al gestopt. We zeiden de tijd was al op. Maar weet jij nog waar we uitkwamen? Volgens mij deze. Vind je deze leuk of wil je die? Welke van de twee wil je? Deze volgens mij. Deze dan. Deze. Die. Ja. Deze. Met een auto en een racebaan. Vind je dat leuk? Ja, die. Geweldig. Auto, racebaan. Ook goed. Nou, pak jij hem eraf. Ja. Auto, racebaan eraf. Hartstikke goed. Max, die gaat naar jou toe komen. Dat is je eerste cadeau van de Piet al. Nou, het is toch geweldig. Sinterklaas nu al voor jou. Oké. Okay. Dacht ik ook. Bedankt voor het meedoen. Ja. Oké. Okay, doei. Ja, doei doei. Hey, straks hebben we een aantal tips voor je. Volgens mij hebben we die nu al, toch? Een aantal tips voor je als je je schoen wil gaan zetten, Leon.
Ja, zometeen. Ik wil ze ook nu. Wil je nu al tips hebben dan? Volgens mij gaan we dat nu doen. Ik moet nog even zeggen dat straks de uitslag, maar dat heb ik net al gezegd, de uitslag van de drie Sinterklaas liedjes. En daarna gaan we naar de tips. Ik ben heel erg benieuwd, want ik ga vanavond mijn schoen zetten. Ik wil wel weten hoe ik dat het beste kan doen. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel tips. We hebben er even twee en dat heb ik ook met hulp al overlegd. Want die schoenen die zijn belangrijk die gezet worden natuurlijk. Want hij vertelde mij het verhaal dat er bijvoorbeeld, je moet natuurlijk een schoen zetten. En dat moet wel een beetje een schone schoen zijn. Want dit soort dingen, en dat kan je denk ik op televisie wel zien. Dit soort dingen komen jullie ook nog wel eens tegen. Ja, soms staan er wel eens hele vieze schoenen. Ja. En dat is niet zo prettig. Dat kan niet. Want dan moeten wij continu een beetje oppassen dat we zelf niet vies worden. Ja, dat cadeautje zit dan ook helemaal onder de poep. Ja. Dus dit moet je absoluut niet doen. Jammer. Ja, dat is vies. Ja, dan heb je chocoladeletter. Ik vind het een beetje vies dat nu hier staat. Ja, ik weet ook niet hoe dat hier komt. Volgens mij heeft Jelle dat neergezet. Ja. Als je een schoen neerzet, dan is het belangrijk dat je hem vult. Ja, met wortels. Bijvoorbeeld met wortels voor het paard. Suikerklontjes kun je er natuurlijk niet te veel. Want het paard moet natuurlijk wel een beetje op zijn lijn letten. Want het moet heel veel lopen. Maar suikerklontje kan, bakje met water, een beetje hooi. En natuurlijk iets leuks voor Sinterklaas en de Pieten. Een tekening vindt hij leuk. Iets wat je geknutseld hebt, kun je erin doen. Ja. Kortom, alle creatieve verlanglijstjes kunnen er ook in. Zet je naam erop, verlanglijstje. Ja. En doe hem in je eigen schoen. Dus niet per ongeluk in de schoen van je zusje. En je moet uitkijken dat je er zelf niet in staat. Het moet alleen je schoen zijn. Ja. Dus je moet niet zelf in je schoenen gaan staan. Maar die moet je dus uittrekken. Dat is wel heel handig. Als kinderen gaat, die stonden gewoon in hun schoenen. Stonden ze. Ja, echt. Komt allemaal goed. Ja. Onthoud dat dus ook, Sita. Als het goed is, zitten bij jou op de bank inderdaad nu Nieuwspiet en Prof Piet. Gezellig. Ja, dat klopt. Die zitten er al even. Want er zijn heel veel vragen binnengekomen voor jullie. En ik wilde graag een paar behandelen. Namelijk, beste Piet, waarom woont Sinterklaas niet gewoon in Nederland? Dan is het toch ook niet zo'n gedoe met de boot en al die cadeautjes? Groetjes van Elise. Nou, ik vind dat een hele goede vraag voor jou. Daar ben ik met je. Sinterklaas woont in Spanje, omdat het daar lekker warm is. En hij is natuurlijk ook geen 20 meer. Nee. Hij vindt het daar prettig om gedurende de zomer het lekker warm te hebben en energie op te doen om in deze winter, die wel eens bar koud kan zijn, op het moment niet, maar kan wel eens naar Nederland te komen. Ja, dat is eigenlijk. Ik geef hem ook eigenlijk groot gelijk. Ja. Maar gelukkig komt hij wel op 5 december elk jaar weer naar Nederland, of eigenlijk eerder al vandaag. Elise, deze prijs is voor jou. Gaan we nog een vraag doen? We gaan geen vraag meer doen. Dat komt morgen, want morgen zijn we natuurlijk weer. We gaan naar het chocoladeletterspel. Leon! Ja, inderdaad. Het is wederom een woord geworden wat uit heel veel letters bestaat. Je ziet het hier. Er staat pièce. Dan moeten er hier natuurlijk... Even paard vasthouden, prof. Hier moet wat tussen. Mm-hmm. En hier en daar moet nog een letter. Ja. De bedoeling is dus dat je dat... woordraad, geef het goede antwoord door via de Club van Sinterklaas.nl. Je naam achterlaten en natuurlijk je telefoonnummer, anders kunnen we je niet terugbellen. Of bel via 0909 15 16 en vraag even toestemming aan je ouders of je mag bellen. En wie weet kom jij in het volgende blokje, het is een lastige, wie weet kom jij in het volgende blokje bij ons in de uitzending en mag je je eigen cadeau uitzoeken uit de inpakkamer. Jazeker, en straks zijn we bij je terug met onder andere de Sinterklaas liedjes top 3. Wij zeggen tot strakjes, blijf kijken. Doei doeg. Doei. 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 Terug in het clubhuis. Het is hier super gezellig, maar ik voel al wel een beetje de spanning. Iedereen begint een beetje zenuwachtig te worden, want het duurt niet lang meer. Sinterklaas komt straks aan in Almere. Heel erg spannend. Ik heb er super veel zin in. We gaan wel even naar het chocoladeletterspel. We hebben jullie net een woord gevraagd. En als het goed is, hebben we iemand aan de lijn die het goede antwoord weet. Hallo, met wie? Het woord is niet met Esmee. Nee. Hallo, met wie? Esmee. Hoi Esmee, alles Hallo, goed? Esmee. Dag Esmee. Ja. Ja, weet jij het woord? Ja. Nou, zeg het maar. Pakjesboot. En dat is helemaal goed. Helemaal goed. Goed Esmee, goed, je gaat nu over naar Leon en Hulpiet en dan mag je een cadeau uitkiezen. Heel veel succes. Ja. Ja. Ja, nee, het staat hier allemaal nog helemaal vol met spelletjes en met cadeautjes en knuffels en van alles en nog wat. Esmee, zit er wat voor jou bij, denk je?
Ja. Ja, wat wil je graag hebben? Nou, ik weet niet zeker wat ik graag wil hebben. Oké. Spannend. Spannend, ja. Je gaat het zelf bepalen, want de camera is voor jou. Links, rechts, boven, onder. Dat moet jij gaan zeggen. En stop als je iets leuks ziet. Of hij stopt als de tijd om is. En dat cadeau is dan voor jou. Is duidelijk, toch? Ja. Oké, ben je er klaar voor, Esmee? Ja. Hulppiet, ben je er klaar voor? Ja, ik wel. Succes, hè? We gaan beginnen. Kom op, Esmee, zet hem op. Links of rechts, om boven of onder, hè? Zeg het. Rechts. Boven. Naar boven, naar boven. Wat zoek je, wat zoek je? Naar links. Naar onderen, onder. Ik sta maar in de weg. Kijk, kijk. Rechts. En als je wat ziet, zeg stop, hè? Stop. Waar zitten we? Links. Ja, links, niet dit. Links. Wat? Vijf, vier, drie. Okay. Links. Ja, hier zaten we. We zaten op het midden. We doen deze. Want hier ben je zeker weten blij mee, toch? Want dit is een favoriet cadeau. Bij iedereen. Het is een spelcomputer. Esmee. Ja. Ja, die heb jij gewonnen. Hulppiet, ik geef hem aan jou. Want jullie moeten ervoor zorgen. Ben je er blij mee? Ik ben er blij mee. Ja, toch? Ja, ik hoor allemaal gejuicht erop. Ja. Oké. Okay. Okay. Esmee, heel veel plezier vandaag ook nog met de intocht van de Sint, hè? Ja, en even over die intocht van Sinterklaas. Nieuwspiet, heb jij voor ons het weerbericht? Want ik hoop wel dat het droog blijft vandaag. Het weer is voorspeld door Piet P. En na het schijnt, gaat het een droge dag worden. Met hier en daar een mogelijke bui. Maar enigszins wel fris. Dus het is wel verstandig om je sjaal en je handschoenen mee te nemen. Oké. Okay. Oh, en ik heb net een ingekomen bericht gekregen. Ja. Wacht even hoor. De straalverbinding met de Pietenstudio. Ja. Het schijnt dat we nu meer dan 113.000 leden hebben van de Club van Sinterklaas. Oh, wat goed! Ja, mocht je nou nog geen lid zijn, dan kan je dat worden op www.declubvansinterklaas.nl. Nou, hartstikke goed. En dan maak je ook kans, of dan krijg je zelfs deze button. Dank jullie wel, Pieter. Straks hebben we nog de uitslag van de favoriete Sinterklaasliedjes, van jullie favoriete Sinterklaasliedjes. Maar eerst even over naar Leon, want we hebben weer een nieuw woord. Ja, we hebben weer, we hebben een gedeelte van een nieuw woord. Er zijn natuurlijk weer wat letters weg en dit staat er nu in chocoladeletters. Gedikt. Als je het zo zegt, dan hoor je al bijna het juiste woord. Maar er moeten dus nog wat letters tussen. Weet jij nou het woord wat wij zoeken? Geef dat door via de Club van Sinterklaas.nl. Laat daar je naam en het antwoord achter. En natuurlijk ook je telefoonnummer. Of bel de Jetix phone 0909 1516. En ja, één van jullie, één van de juiste antwoorden, die pikken we uit. En daar gaan we morgen, let op, dus niet meer vandaag, maar morgen gaan we daar het chocoladeletterspel mee spelen. En je zag de inpakkamer net. Hij zit nog boordevol met leuke cadeaus. En één daarvan is dus dan voor jou. Goede antwoord even doorgeven. En als je belt met het Jetix phone, vraag even toestemming aan je ouders. En over chocoladeletters gesproken, Sita, hoe gaat het daar bij Joey? Ja. Ik ga het even aan Joey zelf vragen. Joey, hoe gaat het? Gaat goed, de chocolade heb ik voorbereid. Ja? En ik ga nu de chocoladeletters spuiten. Nou, dus dan ga je gewoon laten zien dat het heel snel kan. Oké, kijk eens. Oh, je kijk maakt eens. Kleine rondjes. Kleine rondjes. De letter S. En dat doe ik eigenlijk, doe ik dat twee keer. Ja? Oké, dan maak je hem extra dik. Oh, dat ziet er al heerlijk uit. Een pietenkopje zo leuk. Och. Dat is maar spijn. En dan moet hij even drogen en dan wordt hij hard en dan is hij hartstikke mooi. Dan is hij hartstikke lekker, schildje erop. Nou goed, je kan er van alles op leggen. Maar helemaal dit is heerlijk ambachtelijke chocoladeletter. En hij is voor jou. Dankjewel. Ja, nou, leuk dat je hier was. Heel veel succes met het maken van alle andere letters. Want we moeten nog veel maken. Dus, ja. We gaan over naar Jelle. Jelle, welke liedjes staan in de top 3? Ja, Jelle. Ja, daar zit je dan. Ja. Hè? Achter die computer vandaan, al die mailtjes gelezen en zo. Mijn handen zijn helemaal stram van het alle te tikken. Maar ik heb het. Je hebt geteld. Het was heel spannend. Inmiddels is het duidelijk. Op 3. Nou, ik ben benieuwd. Zwarte Piet ging uit fietsen. Oh, oké, op 3. Op 2. Zijn band. Ja. Precies, ja. Sinterklaas Kapoentje. Oké. En mag er een trommel voor? Op nummer 1. Ziegins komt de stoomboot. Oké, dan stel ik voor dat we die met z'n allen gaan zingen. Ziegins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje, het dek op en neer.
Hoe waaien de rimpels al heen en alweer. Zij knecht staat te lachen en hield ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is de roep. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. Is lekker door. Morgen zijn we er natuurlijk weer met Club van Sinterklaas weekend. Tot morgen. Veel plezier met de intocht. Doei doei! Stoomboot uit Spanje weer aan.